En ik ga even daar op hem richten. Wapen erbij pakken. Of... Oh, verkeerde knop. Oeps. Yo mensen, we zijn hier in Parijs. In Parijs en we zijn hier bij Far Cry 5. Maar we moeten hier op een stier rijden. Dat gaan we zo meteen doen. Nog wel leuke kleding aan gaan trekken. Alles wordt nu weer ingeleid. Daar is Santino, daar is Jur. Het is hier super tof. We hebben een game gespeeld, getest. We gaan zo meteen verder testen. Ik laat het zo meteen zien. Maar eerst ga ik rijden op deze super toffe stier. En daarboven zie je een klok. En dat moeten wij dus zo lang mogelijk op blijven zitten. En daar staan alle tijden van landen. Engeland zie ik daar. Ik zie... wat zie ik nog meer? Geen idee. Polen en zo staat er ook tussen. En Jurjen die gaat het record verbreken volgens mij. Het record staat volgens mij op 50 seconden. We gaan kijken of dat gaat lukken. En daar gaat eerst cowboy meneer van Ubisoft. En we gaan het allemaal filmen. En hij gaat aftellen die meneer. Oké. Okay. Heel benieuwd hoe moeilijk dit is. Het ziet er makkelijk uit. Maar ik denk niet dat het ook zo makkelijk is. Daar gaat hij. 3, 2, 1. Oké. En? Oh. Oké. Oké. Ja, gaat goed. Kom op, Ruud, je kan het. 10. Kom op. Oké. Ja, hij moet het record verbreken. Hij moet Nederland verbreken. Wow. Oké. Zo. Oh, 21 seconden. Netjes. Daar gaat hij al hoor. Are you ready? Come on! Lekker man! Het is zwaar! Ging het? Ja, ging hoor, maar... Oh, ik heb wel bezeerd, zo de gaten. Ja, je vingers of niet? Ja, helemaal adem ook. Ja. Maar het ging wel lekker toch? Ik ben duizelig, zo! Heel deze zaal is ook gewoon super tof ingericht in deze stijl. En dan hebben we hier nog... Gaan we een winkeltje binnen of zo, lijkt wel. En dan hier kunnen we Amerikaans snoep kopen of kunnen we visengels halen wat bij de game past. Of natuurlijk dingen in blik, eten in blik. Nou, we gaan eens even echt wat smikkelen, want daar staat echt eten. We zitten hier in de opnameruimte en we gaan nu lekker eventjes deze game spelen, testen en alles proberen. Oh, we gaan lekker beginnen jongens, jullie kunnen het nu zien. Nu hier gameplay, hier achteraan. Oh, wat is het koud, wat is het koud, wat is het koud. Er zijn twee derps erachter, maar hey, wat is het leuk jongens, die game voelt super leuk om te spelen. Ik weet niet of jullie de gameplay al hebben gezien, zo niet, dan komt het hierna nog. Doei Parijs, doei, we gaan weer de trein pakken, doei, 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 doei. Ik wil even awkward doen bij jullie, maar ik bij jou dan awkward doen, bij jou lukt het. Wat zeg je nou? Wat zeg je? Ik heb verzet bij. Al die vlogs die we aandacht zoeken hebben. Oh, jongens, 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 we spelen hier nu Far Cry 5 in Parijs hier zo. En ik heb net al een stukje gespeeld, maar vanaf nu kan ik het ook aan jullie laten zien. Wij worden hier in deze regio gevangen gehouden. Wij willen hieruit, wij willen iemand oppakken, maar ja, dat is dus helemaal mislukt. Ik ben van de politie. Ik zie trouwens ook een voertuig hier bovenin beeld staan. Die wil ik ook wel eens proberen eigenlijk. Oh, kijk hier. Is dat hier gewoon een squatje? Een kwartje bedoel ik, geen squatje. Oh my god, al die controls opeens. Reverse. Ah, nice. Autodrive, je kan zelfs autodrive doen, dat is dit. Ik ga nu zelf besturen. En dit volgen. Wat fijn zeg, dat je de kortste route ziet op de weg gewoon al. Oh. Nee, dat was geen vijand, gelukkig. Oké, we zijn hier. Bij een missie en er staat iemand en hij heeft me al gespot, denk ik. Hij stond even op. En ik ga even daar op hem richten, wapen erbij pakken. Verkeerde knop. Oeps. Oh, ik kan gewoon met hem praten. Hallo meneer. Hey, dit is gewoon een missie man. Ik dacht ik moet hem vermoorden ofzo. Yeah, we hebben een missie om te doen ergens. We gaan gewoon even wapen erbij pakken. Richten.
En iemand erop afsturen. Daar zit iemand. Daar mag ook iemand op afgaan. Gaan we eerst die pakken. Eerst die. Slimmer. Oké, daar gaat mijn maatje. Die gaat hem pakken. Go. En... come on. Ja, maar jongen, je breekt al... goh, die gaat zo dood. Oké, nu die andere. Doe het werk. Hij gaat het doen. Hij gaat het allemaal... oh, en heeft hij geschoten. We moeten gaan aanvallen. Gaan. Oh, dit is PlayStation, jongens. Oh, hij heeft hem neer. Oh, maar dit is PlayStation en ik kan niet zo goed schieten op de PlayStation. Oh, ga met je bazooka erop af. Hoppakee. Lekker hoor. Oké, jullie duo ook even helpen. Haal hem neer. Die is dood. Naar boven. Holy. Dood. Hier staat een leuk bakkie. Alleen, volgens mij, ja, er zijn hier mensen. Ah, man, schiet ineens. Oké, die is dood. Man, ineens gooit hij. Oh, nee. Maar dat is toch gewoon een man met dikke vette armen. Revive me. Lekker. Oké, daar is hij. Haal hem neer. Hoppakee, zijn nek omdraaien. Dat kan wel. Jongen, met je bazooka. Opsta jij. Nou, we hebben het gefixt. Gadverdamme, wat is dit? Is het een wolf? Of een hert? Volgens mij is het een wolf. Oké, daar praat nu iemand door me heen op de achtergrond. Maar het chill is dat ik nu autodrive aan heb staan. Dus ik kan gewoon lekker zo gaan zitten nu. En lekker relaxen. Of een drankje pakken. Zo wel lekker even uitrekken. Ja, is lekker hoor. Als je heel vroeg wordt opgestaan om naar Parijs te gaan. Dat je nu lekker even autodrive kan doen. En niet hoeft te rijden. Hoe chill is dat? Alleen, hij rijdt niet heel erg snel. Wat als ik nou gas indruk? Dan gaat hij een stuk sneller. Holy moly. Oké. Oké, er is iemand uit de auto gebeukt. Holy. Ik moet hem helpen. Ik wil niet dat die man overlijdt. En we gaan even binnen kijken. Dat kan. Hallo meneer. Heeft hij geroepen? Heeft hij de mensen gewaarschuwd? Volgens mij net niet. Dan had ik hem net op tijd dood. Hij hoorde iets. Hij kwam er binnen. Oké. Oh nee, ben ik nou gespot opeens? Spannende muziek begint. Hele spannende muziek opeens. Komt hij naar... oh, daar komt hij. Dood. Oké, die is dood. En die ook. Oh, jezus. Ik kan gewoon vechten, jongens. Ik ben een pro in vechten. Draai zijn nek om. Oh, een hond. Wat doet die hond hier? Ja, maar die hond heeft me gewoon doodgebeten. Hallo, ben jij slecht? Is die man slecht? Ik denk het wel. Maar die wolf ook. Wolf, eet hem op. Nee, niet mij. Ga weg. Ander wapen. Oh, sorry meneer. Maar je bent zo... oh, ga weg. Weg. Oh. Oké, nou is hij dood. Arme hond. Hoe moet je vliegen? Ik heb geen idee. Maar dat zien we wel. Dit gaat hem worden. Stijg op. Oh, de verkeerde kant. Ja. Oké. Mag ik misschien over de kop of zo? Ja, dat gaat allemaal. Holy moly, wat vet. En wat ziet deze regio er mooi uit. Ik ben hier samen met iemand. We zijn met z'n tweeën. Oh my god, eruit voor een flamethrower. Oh! Deed jij dat nou? Lekker begin dit. Ja. Oh, wat gebeurt er hier allemaal? Beren, eindelijk zie ik ze. Oh, die heb ik nog niet gezien. Komt er nog een of een wolf? Huh, waar? Oh, ik hoor het. Daar. Oh, wolf. Oh. Oh. We spelen nu arcade mode. En dit zijn zelfgemaakte mappen door... deze is door Ubisoft zelf gemaakt, maar je kan hem ook zelf volgens mij eentje maken. Je kan dus mappen van spelers, van andere mensen kan je gewoon spelen. En hier zitten alle, of heel verschillende dingen in van verschillende Ubisoft games volgens mij. Dus kijk, dit lijkt gewoon al een hele andere game gewoon al. Echt super tof. Ik neem even dit wapen mee. Kan ik hier doorheen? Slaat uit. Dat kan. Oh, wat is dit? Er hangen hier allemaal... holy moly. Er hangen hier allemaal klokken in de lucht. Ik kan er doorheen. Ik ben er doorheen. Maar wat is dit voor een creepy huisje? Huh? Wat de hel? Alles is op de kop. Dit kapot slaan. Wow. En hier vliegen allemaal weer hele andere dingen. Fotolijstjes. En ik zie hier een
mooie trap. Go. Oh. En wat hebben we hier? Echt, ik moet hier doorheen springen. Dit is een soort Assassin's Creed. Nee, volgens mij helemaal niet. We lopen hier gewoon helemaal naar boven. Kijken waar we op uitkomen. Oké. Okay. Je kan zo te zien heel creatief zijn met deze map, maar ook heel erg goor. Oké, okay, we zijn hier bij licht. Eindelijk licht. Dan gaan we naar donker toe. En er loopt hier iets. Wat is dit? Een geit? Wat? Oh, sorry, geit. Maar die geit gaat niet down. Hij gaat niet down. Wat is dit voor robot? Please do not feed the animals. We gaan ze niet voeren, dat kan ik niet, want die dingen zijn al lang dood. Hier, naar beneden. Nee, te vroeg. Ah, nou is het op tijd. We zijn nu volgens mij... Oh, ik hoor... Oh, geiten. Allemaal geiten. Ga weg. Wow. Oké, dat geluid vind ik heel eng. We rennen gewoon weg hier. Weg, 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 weg. Oh ja, de uitgang. Is dit de uitgang? Hebben we het gevonden? Hebben we de map uitgespeeld? Dit was gewoon een dolof, that's all. Wat? Dit was het nog niet eens. Waar zijn we nu weer? Er is hier een heel pad gemaakt van klokken, rotsen, nog meer klokken. En nog een hele grote klok. Oké, we moeten naar die hele grote klok en naar bed. Hebben we het dan uitgespeeld? You are triumphant. Het was wel heel erg moeilijk hoor. Echt waar. Ik vind het wel tof dit hoor. Vind ik leuk.